Nou goed, je zei net aan het begin van de uitzending, hij is inmiddels al 80. Hij leeft nog dus nog. Ja, en hij geeft zelfs ook nog lezingen af en toe. Ja. Helaas niet dit weekend hier in Amsterdam. Nee, want misschien weet je daar iets meer over wat er gaat gebeuren het komend weekend? Want je staat er met je boekentafel. Een aantal jaar geleden zijn er grote congressen geweest in Basel, Zwitserland. Eerst een LSD-symposium en 2 jaar later de World Psychedelic Forum congres. Daar was beide keren Stanislav Grof ook bij. Hij gaf een lezing en een workshop en diverse geleerden van over de hele wereld. Niet alleen psychiaters, maar ook therapeuten, healers, shamanen en andere onderzoekers. En een aantal personen hier in Nederland, die hebben al een tijd geleden Stichting Open opgericht. Stichting Open. Open staat voor Onderzoek Psychedelische Ervaring Nederland. Het is een academisch initiatief om vooral onder academische kringen interesse te wekken. En vooral interesse te wekken in onderzoek naar de toepassing van psychedelische middelen. En Stichting Open die organiseert lezingen, filmavonden, bijeenkomsten om dat te promoten. En nu komt eigenlijk volgens mij hun grootste congres ooit. 2 dagen achter elkaar in Amsterdam aan de universiteit, tenminste in een universiteitsgebouw. En er komen vele, vele sprekers van over de hele wereld. Ook een aantal kunstenaars. En ik zal daar zelf dan zitten met een tafel om dit boek te presenteren van Stanislav Grof. En er zijn een aantal andere personen die ook hun publicaties komen presenteren. Ja, dus het is, het komt allemaal mooi samen, zeg maar. Dus, of had je deze dag speciaal ook als dat je daarvoor het boek afvalt? Nee, je hebt mij uitgenodigd. Nee, dat weet ik nog wel. Dat ergens komt heel mooi uit. Dat bedoel ik, maar dat je het boek... Het boek ben ik gewoon meteen beginnen met vertalen toen ik het uit had gelezen. En zo snel mogelijk wilde ik het af hebben. Ben ik ongeveer een jaar mee bezig geweest.